Ik ben Marvin Bonifacia. Ik ben Jansli Paulina. Ik ben Laura de Witte. Ik ben Lisanne de Witte. Mijn naam is Tijmen Kupers. Mijn naam is Ries Delma. Ik ben Mark Brus. Ja, en ik ben Pieter Brown. Ik ben Anouk Vetter. En ik ben Melissa Hoekeman. En mijn naam is Jamil. En mijn naam is Omi. We do it best op de camera. Ja, jij bent de gekste. Nou, ik sowieso niet. Ja, dat is echt bullshit. Nou, ik heb wel vaak... Zeg dat gewoon. Nee. Ik heb vaak, als ik een foto maak van jou, sta je er altijd wel leuk op en ik niet. Dus dat is wel waar. Heel duidelijk. Is heel duidelijk. Dat is Pieter. Ja? Ja, dat ben jij. Waarom? Nou, kijk ook hoe je nu in de camera kijkt en hoe zelfverzekerd je bent. Absoluut niet, Melis. Kijk, dat is toch de koppie. Ja. Oh, jij zegt... Oh, dat zeg ik ook mezelf. Ja. Wie van ons traint het hardst? Qua kilometers zou Richard het meeste trainen. Ik denk dat ik de meeste lactische trainingen moet doen. Maar ja, dat is gewoon een beetje hoe het verschil is tussen 58 en 100 meter. Ja, jij gaat altijd ga je dood op trainen. Dus ik denk dat telt, toch? Ja. Hij doet helemaal niks eigenlijk. Ja, safe kans op ja, ik ben safe kans op dit niet, hè? Nee, hier ben ik wel een beetje mee eens. Ja. Wie van ons komt er het vaakst laat op de training? Lisanne. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik kom wel eens op tijd op training. Ik ben nooit laat. Wie heeft de beste dance moves? Dat is Pieter. Pieter, ja, de typische... Oh ja? Ja, dat is jouw... Ja. Zie je, dat is hem. Die billetjes daar, die gaan... die kunnen er nog van. Ja, als zeg ik het af. Wie van ons zou eerder wereldkampioen kunnen worden? Ja. Ja, maar jij zit er al dichterbij. Ja, maar in meer kan. Ik moet 7000 punten daarvoor halen. Ik weet niet wat kogel is, maar dan hoef je niet... Hoeveel meter moet je verder? Anderhalf? Allebei. Vind je dat van jezelf? Nou, weet niet. Nee? Samen wereldkampioen in Londen, best vetten. Wij zijn er klaar voor. Kom ons borgen. Londen, 2017. Wij gaan heel erg ons best doen in Londen. Dus moedig ons zeker aan. Ik heb super veel zin om te lopen in Londen, jij ook? Ja, ik heb zeker veel zin in Londen. Dus jullie moeten allemaal komen kijken op 5 en 6 augustus wanneer ik in de 100 meter lopen. Yes.